Dit is de Velox 2. Vandaag is die gepresenteerd op de Noordzeeweg in Rozenburg. Het is een fiets die niet echt lijkt op de rijwielen die dagelijks in Nederland rondrijden. Nou, bij een gewone fiets trap je dus in rondjes rond. Bij onze fiets trap je in ellips rond. En daardoor kon de kap die rond de fietsen heen zit op dat punt wat smaller gemaakt worden. En waardoor uiteindelijk de luchtweerstand weer een stuk minder is geworden. Aerodynamica zorgt ervoor dat het raam uit de fiets is verdwenen. Ze fietsen met behulp van een camera en beeldscherm. Dus vorig jaar hadden we wel een raampje in de fiets zitten. Maar dat bleek, het zicht daardoor bleek niet zo heel goed te zijn. Gewoon heel onduidelijk. Dus we hebben getest met camera. En toen bleek dat ze met camera gewoon veel meer en duidelijker beeld hadden. Voor de test organiseerden de fietsenbouwers een wedstrijd over een parcours van 2 kilometer. Ex-schaatser Jan Bos neemt het in de hypermoderne fiets op tegen zijn kleine broertje wielrenner Theo Bos. Dat lijkt een ongelijke strijd. Ja, ik denk het ook, maar het is 2 kilometer, dus misschien kan ik hem in het begin voor blijven. Tot mijn 18e won ik alles nog wel van Theo, maar daarna was Theo echt de betere fietser. Wel dat de start niet heel goed ging bij Jan. Dat hij wat langzaam op gang komt. Maar volgens mij rijdt hij op het einde wel heel hard. Dus we zullen zien hoe het gaat. Wat gok je? Wie gaat er winnen? Ja, ik ben bang dat Jan me gaat kloppen vandaag. Over de uitslag bestaat dus eigenlijk geen twijfel. Maar dat moet je toch maar laten zien in de race. Na de verwachte snelle start van Theo haalt Jan hem al snel in en wint uiteindelijk met overmacht. Maar de topsnelheid werd niet gehaald. Dat moet later dit jaar gebeuren. En dat record staat op dit moment op 133 km per uur. En wij denken dat we die snelheid wel kunnen halen, ja.